Nabestaanden liepen vandaag naar de Leet, de plek waar het vreselijk misging. Er worden kaarsen aangestoken en bloemen neergelegd. Het applaus waarmee wordt afgesloten gaat door merg en been. Ja, het was indrukwekkend, het was mooi. Ja, besef is er nog niet helemaal, denk ik, bij iedereen. Het was mooi en enorm verdrietig. Maar ik denk dat ze een waardig afscheid hebben gehad. En hem ook nog krijgen, denk ik. Dus dat verdienen ze wel. Nou, hier komen die jongens eigenlijk overal tegen. En op het voetbalveld, op feestjes, in de kroeg, in kantine, met sporten. Je zit met ze op school gezeten. Je hebt eigenlijk alles met elkaar gedeeld. Het zijn leeftijdsgenootjes. Dus, Bij voetbalclub Dynamo gaat de vlag half stok en zijn de wedstrijden dit weekend afgelast. Enorme schok, kunt u zich voorstellen. Ursem, hechte gemeenschap, klein dorp. Iedereen kent elkaar. En, ja, ik heb natuurlijk ook kinderen in die leeftijds... en ja, dat is natuurlijk het ergste wat je voor kunt stellen. Ja. Ja, twee zijn lid, actief speler van een van de selectie en een van de derde. En ja, die andere jongen is heel lang lid ook geweest en ja, kennen me uiteraard heel erg goed. De 18-jarige jongen ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nou ja, eentje is er nog aan het strijden. Ik hoop dat hij het redt. Maar ja, ze waren altijd vrolijk, ze maken overal een feestje van. En, ja, dit hebben ze niet verdiend.